En daar is Potgenoot ook met een eurootje. En die zegt... wat gebeurt als je melk in de oven doet en er twee kippen bij zet? Help ons. Potgrond met 3 euro. Kunnen blinde mensen hun dromen zien? Hey. Of is dit Milan weer die een video aan het opnemen? Ja, Milan, stop met je domme vragen. I don't get your shit. Yo, mensen van Potgrond! Jammer, stop. Tof dat jullie kijken, dit is een gelukkig nieuwe video. Ik ben Stefan, dit is Gino. En we zijn hier... En ik ben Dylan. We zijn hier ook samen. Wacht, je tikt op de microfoon en dan zei je, ik ben Dylan, hoorde je toen. Ik ben Dylan. Huh? Dat is raar. Hij zit in de microfoon. Hallo? Jullie zien die microfoon. Hallo, ben je daar? We zijn hier ook vandaag samen met Dylan en we gaan vandaag met z'n drieën een video opnemen. Maar een andere video dan normaal, want we gaan vandaag doneren bij bekende YouTubers of Twitch streamers. Let's go! Deze video kost natuurlijk wel geld, dus we moeten daarvoor betalen om te doneren. Maar dat maakt in principe niet uit, maar we moeten dit terugverdienen. Anders maken we verlies op deze video. We willen geen verlies! Dus, jullie moeten allemaal abonneren. Nee, doneren gaan wij doen vandaag. Niet doneren, jongens. Zorg dat je abonneert op ons kanaal, hier beneden, nu meteen. Ja. Want anders gaan we dood. Wat? Nee, je moet gewoon even abonneren. Okay. Welkom gewoon neer. Abonneer gewoon even op ons kanaal. Stop! We hebben zo vaak abonneer gezegd. Abonneer. Stop, we gaan abonneren. Reageren. Laten we beginnen met de allerkleinste YouTuber, Gamineer. Nee, laten we beginnen bij Morrog. Die kennen we wel. Ja, hij heeft 400 kijkers. Op dit moment 400 kijkers. Oh, wat speelt hij? Apex. Ik heb het spel nog nooit gezien. Het gaat niet om de game, jongens. Ik ben iets vergeten te vertellen. We gaan doneren bij Twitch streamen, maar er komt iets bij. Want we gaan niet zomaar wat doneren met... Hoi, ik ben Pietje. Wat dan? Maar we gaan doneren met domme vragen. Dit hebben we keihard genakt van Milo Knol. Shout-out aan jou voor dit idee. Alleen gaan we dit doen bij bekende Twitch streamers. Ja. Dus ik heb mijn telefoon hier met allemaal domme vragen. We hebben het gestolen, jongens. Ja, en dat gaan we gewoon lekker doen. Oké, laten we gaan doneren bij hem. Links, daar. Links. Oh, sorry. We gaan naar links, jij. Hij heeft 400 kijkers op dit moment. Hij speelt Apex Legends. Morrogs. Best wel actieve chat. Hij is volgens mij wel professioneel. Dus zo ziet hij er wel uit. Ik ken hem. Oké, we gaan de eerste donatie doen, jongens. Jongen, doe potgrond, Stefan. Antwoord op onze vraag. Antwoord op onze vraag. Oké, het bericht. De eerste domme vraag. Ik heb een aantal keuzes. Oké. Wat gebeurt er als je melk in de oven doet? Gast, dat is echt een goede vraag. Hoe heb je dit bedacht? Gewoon zelf bedacht. Ja, Stefan. Ja. Oh ja, maar Stefan is natuurlijk dood. Ik heb een goeie. Kijk, heb je telefoon nog vasthouden? Ik hou je telefoon vast. Oké, de vraag wordt als volgt. Wie wordt de troonopvolger als de koningin bevalt van een Siamese tweeling? Hé, als jij trouwens het antwoord weet, laat het ook even weten in de reacties. Ik ben best wel benieuwd eigenlijk. Oké. We gaan dit doneren. Ja, tip Morrog. Ik hoop dat hij een volgende is. Hij is gedoneerd. Oké, hij is gedoneerd. Oh, je kijkt. Daar zijn we. Antwoord op zijn vraag. Zo, dat was snel. Ja, zo. Hey, antwoord op onze vraag. Hey. Dat was onze donatie. Hij zit in de portje. Even afwachten. Kies er, guys. Ja, antwoord nog wel op onze vraag. Oh mijn god, wat een geluid. Oh, ja, hij is dood. Yes, lekker. Oké, nu komt het. Wie wordt de troonopvolger als de koningin bevalt van een Siamese tweeling? Een Siamese tweeling? Want Siamese tweeling is dat ze aan elkaar vastzitten. Ja, maar wie van de twee wordt dan troonopvolger? Is een Siamese tweeling, zijn dat twee mensen of is het er één? Ze hebben twee hersens. Ja, twee. Zeg twee. Is het niet gewoon één mens? Mensen zeggen ook. Ja, dat is wel een leuke discussie, eerlijk. Zijn er twee? Twee aan één. Ja, het zijn twee mensen aan hetzelfde lichaam. Dus wie? Oké, waarom? Ja, tellen we hoofden, rompen, wanneer... Hoofdengast. Wat tellen we? We tellen geen tenen. Nee. Dat sommige mensen hun buik een beetje raar zijn. Wil je nou zeggen dat ik dik ben, gozer? Ja. We tellen tieten. Ah, alright. Wat? Dus wat is het antwoord? Ja. De hond wordt dan... De hond! Siamese tweeling. Nice. Of een kat. De kat. Ik heb geen idee, bro. Siamese tweeling dan degene die als eerste naar buiten glibbert. Maar ja, als ze dat samen doen, dan worden ze allebei. Of allebei niet. Misschien allebei wel. Niet, ja. Dat kan ook. Wat is het nou voor ander? Hij weet het ook niet. I don't know. Oké, deze was goed. Nee, de gast, dan ga je toch. Eerlijk, zijn baard is wel sick, hoor. Ja, hij staat er wel dit goed. Dit baardje. Ik vond dit een leuke reactie. Dat was de eerste, ik vond het een leuke reactie, echt waar. Wie zijn nog meer die we kennen? Gamineer kennen natuurlijk. Egbert zag ik net ook erg live. Waar is Egbert? Ik heb geen idee. We kunnen ook doen met deze. Beetje lullen en achtbaantje maken. Oké, we zijn nu bij een streamster. Fems. Beetje lullen en achtbaantje maken in RCT1. Kijk, 12 euro gedoneerd van de 450.
car repairs. Oké, laten we ook iets 50 leren. Kijkers. Oké, niet zo'n hele bekende, maar het enige meisje die we zagen. Maar dit is precies goed. Ah, het is wel een meisje. We kunnen gewoon een goede reactie hierop krijgen. Oké, laten we even 1 eurotje doneren. We hebben even een leuk vraagje, ja? Ik heb wel een nieuw vraagje in de pocket. Ja, oké, laten we even weer doneren. Let's go. Oké, naam is standaard potgrond. 1 euro doen we. En als bericht gaan we als volgt doen. Ik ga even wat nieuws uitzoeken. Ja, hij pakt even zijn telefoon erbij. Hoi, gast, duur, hè, vriend? Ja, okay. Niet gratis, schat. Oh ja, dit is een goeie, dit is echt een goeie. Ja maar de beste moeten we voor gamen neerbewaren. Ja, maar dit is een goeie voor een meisje, let op. Oké. Waarom hebben we het dit over... Dit klippen we er toch uit? Oké, dat is de vraag. Waarom hebben we het over bijknippen als we naar de kapper gaan, terwijl ons haar dan toch echt alleen maar korter wordt in plaats van langer? Leuke vraag. Dit is echt... Ja, ik weet niet. Ik denk dat meisjes dit eerder weten dan jongens. Omdat meisjes meer ervaring hebben met kappers. Ja, maar we gaan hier geen antwoord op geven. We gaan de streamer lekker antwoord geven. Dus we gaan nu... Het is niet racistisch bedoeld trouwens. We gaan nu doneren. Let's go. We gaan nu doneren. Van 3. Oh ja, hij is er al. Ja. Ja. Oh ja. Nazi. Waarom hebben we het over bijknippen als we naar de kapper gaan? Terwijl we ons haar dan toch echt korter wordt in plaats van langer. De muziek verpest het, gast. Ja. Kijk, mijn IQ is niet hoog genoeg om dit soort vragen te beantwoorden. Maar potgrond, ja, hele goede vraag. Ja toch, is het gewoon een goede vraag. Ik weet het. Nee, dat zie je ook niet. Stel ik je niet. Ja, nogal. Ik heb in de chat. Bijwerken. Je werkt iets bij, je maakt iets netter. Ja, je werkt iets bij. Hey, ja, maar het gaat toch af? Potgrond ligt er in de tuin, zeg je. Ja, dat klopt. Ik ga vragen of ze abonneren op ons kanaal. Wil je? Niet op antwoorden, fam. Fam, mijn promo voor je Twitch. Volg mij op Twitch, ik ben echt... Nee, niet jezelf promoten. Volg ons, abonneer op ons kanaal. Ik heb het gevraagd. Patatje zit als de... Hé, Patatje, ga weg. We kennen hem. Wil je abonneren op ons kanaal? Ja, nee, wat schuift dat? Ik doe niks gratis, hè? Kom. 50k zegt er gelijk, gast. Net we hebben net gedoneerd. 50k subs. Nou, ik heb 45k followers, dus wat... Hey, kom! Collaben! Als je er 400 euro bij doet, dan sub je. Nou, let's go, 400 euro. Nee, grapje. Ben je niet lekker? Oké, dan gaan we weg. Ga maar weg. Doe je promo. Ik zeg, we vinden je leuk, daarom komen we hier. We vinden je leuk. Ik kan nog niet oordelen over jullie, toch? We zijn allemaal sukkels. Ik ben Bordje, jawel. Ik ben een leuke jongen. Kan ik nou niet meer typen? Moet je mijn video kijken? Schat op ons kanaal kijken! Potgrond ook bij 1 GameStad. Ben jij vriend van Manny? Ja. Ben jij vriend van Manny? Ja, we kennen hem! We gaan hier weg. We hebben genoeg gezet, ze wist geen antwoord te geven. Nee, we gaan door naar de volgende stream. Ze gaat nou los. Doe Egbert. Ja, we gaan naar Egbert, dat is een goeie. Waar is Egbert? Gamer is ook nog live. Hier staat Egbert, rechts bovenin. Ja. 122 kijkertjes heeft hij. Oké, hij heeft dus 150 kijkers inmiddels. Hij stijgt in kijkers. Ja. Egbert, je kent hem waarschijnlijk wel van YouTube ook wel. Ja. Beef met King Alert en met wie heeft nog meer beef met iedereen? Met Good Life, Good Life! Dat is toch geen beef? Dat is gewoon geen reageren, Daddy. Nee, ik ga neerzetten. Nee, doe gewoon potgrond. Doe gewoon potgrond. Ja, potgrond. Potgrond. Waarom druk je harder op het knopje van de afstandsbediening als de batterijen bijna leeg zijn? Nee, dat is een rotvraag. Heb je er meer? Iets met melk. Waarom mislukt de eerste pannenkoek? Oh ja, we kunnen vragen wat gebeurt er als je melk in de oven doet. Ja, dat gaan we vragen. Oké, dit is echt een ideale vraag voor Egbert. Perfecte inderdaad. Vraag dit, wat we nu gaan stellen. Wat gebeurt er als je melk in de oven doet en 2 kippen bijzet? Help ons. Ja, nou, dat vind ik een goed bericht. Ja, dat gaan we gewoon Ik ben benieuwd wat hij gaat antwoorden, jongens. Ik ben ook benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Het is tijd om te gaan doneren. Ja. Let's go! We hebben nu gedoneerd. Hij doet net zijn headset af. Maar we hebben nu gedoneerd. Wacht, hij is nog geladen. Sanja, bitch. Lasagna. DJ Ree is nothing. Hey, Casper, what the heck? Onze donatie komt nu ook waarschijnlijk. Gast, Kasper. Ja, onze donatie komt nu. Kijk, hier pot gaat. Lekker! Oké, stil. Hoppa. Oh, oh. Fucking hond. Oh, hey, kijk nou! Lees onze vraag alsjeblieft. Nu! Even kijken. Ja. Die Kasper komt met een eurootje, die zegt... Wil en Gino en Stefan zich melden op Teamspeak? Hij heeft wat te melden. Dus Kasper. We komen eraan, Egbert. Of Gino en Stefan zich even kunnen melden. Ja, komen zo, is dit. En dan is Potgrond ook met een eurootje. En die zegt, wat gebeurt als je melk in de oven doet en er 2 kippen bij zet? Help ons. We need help, Egbert. Help ons? Ja, help. Nou, maar dit klinkt alsof je een fout begaan bent. Dit klinkt alsof je... We weten het niet. Heb je dit gedaan? Heb je melk, Je melk in de oven gedaan met 2 kippen erbij? Probeer het niet thuis. We eten het niet.
We weten het niet. Oh shit, oké. Okay. Ja. Help ons met de oplossing, Egbert! Ja! Oké. Okay. Ik heb geen idee, Potgon, maar dankjewel voor wat? Gast, antwoord op onze vraag! Kabeltje. Ja, boeit niet, geef antwoord op onze vraag! We weten! Hé, je moet in de chat, dus geabonneerd op ons. Lekker, baas. We waren gestorven. Gast! We willen antwoord hebben! Dit was het! Laten we kijken of... Bro! Jammer! Geen antwoord van Egbert! Ja, come on! Ja, dit hadden we echt niet verwacht weer, Egbert. Echt. Jammer weer. Gadverdamme. Maar volgende keer beter misschien. Nee, ja. Het is wel leuk dat ze het, ja. Nee, hij gaf helaas geen antwoord. Blijf kijken, wacht. Hey. Okay, we blijven. Kasper. Oh, Kasper. Kasper. Van dat berichtje dat ik had geplaatst in je reacties, maar vond ik had trouwens een berichtje op zijn video. Stil eens. Wil je de antwoord wel geven op de vraag van Potgrond? Oh ja. Uiteindelijk moet je eerlijk vertellen dat ik geen idee heb welke reactie je bedoelt. Maar dankjewel voor je eurotje. En ik weet ook niet het antwoord op de vraag van Potgrond. Maar het klonk alsof hij zelf al kippen en melk in de oven had gedaan. Dus ik denk dat hij vanzelf aan het antwoord gaat komen. Jongens, hebben we een probleem. Nice, hebben we een antwoord! Okay. En onze, lekker! Ja, lekker verder met zijn spelletje. Dit vond ik een goed antwoord. Oh, dat was sick. Oké, dit was leuk. Oké, dankjewel Kasper dat je ook even meedoet in dit spelletje. Shout-out naar Egbert ook even. En natuurlijk naar Borg en naar dat meisje. Ja, iedereen die we doneren, een dikke shout-out. Oké, laten we even naar het hoofdonderdeel gaan. Ja, Gamer heeft over de miljoen abonnees. Ja. Beertje is fan van hem, toch, Beer? Kakkerlakken in Barkov. At game, meneer. 450 wat kijkers. Wat speelt hij? Okay. Ja, ik weet niet wat het is. Oké, in ieder geval. Ik word gebeld, we hebben een beller. Hallo, een hele goede dag. Ik spreek met restaurant Gebakken Vis. Waarmee kan ik u helpen? Hoi. Sorry, we zijn even aan het doneren bij game, meneer. Heb je een momentje? Maar wacht ik op. Ja. Oké, we gaan bij deze meneer doneren. Ik ben benieuwd. We moeten een goede vraag. Dit is de klapper. Nu moeten we willen 1 euro doen. Kan dat 1 euro? Ja, dat kan. Nou, uw gebruikersnaam. Oh. Jeepno. D. ABSDSD. Wanneer je geen goede donatienaam hebt, dan kan je die gebruiken. We noemen het hashtag Potgrond. Nee, noem Potgrond. Anders gaat ook hashtag helemaal. Ja, dat is leuk. Nee, dan laat je geen goede indruk. Doe abonneren op Potgrond. Nee, dat is zelf gewoon. Ze gaat die haten. Oké, we gaan een goed bericht plaatsen. Even kijken. Weet je, waarom zijn bananen zwart? Aan de andere geel. Bananen zwart. Geen één banaan is zwart. Ik weet niet wat jij doet met bananen, maar... Gast, weer. In de oven of zo. Kunnen blinde mensen hun dromen zien? Ja, doe je weer. Ja, kan dat of niet? Doen. Die gaan we doen. Oké, deze is de goeie. Hij is wel flauw. Respect naar alle blinden. Even serieus. Kunnen blinde mensen hun dromen zien? Is niet flauw bedoeld, is oprecht een vraag. Oké, de vraag die we hebben gevonden voor game meneer EK Don. Kunnen blinde mensen hun dromen zien? En we gaan nu kijken hoe die gaat reageren op deze 1 euro donatie. Ja. Ik ben benieuwd, oprecht. Ik ook. Oké, let's go. Game meneer. Ik ben ook benieuwd. Tenminste, even als je een beentje gaat eruit, dan gaat er een timer van 20 minuten. Yeah, let's go. Vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal. Hier beneden is een kleine moeite voor jullie. Oh nee, je moet minimaal 3 euro doneren, staat er nu als ik wil. Ah shit, oké, dan 3 euro. Oké. Dit kost flink geld, jongens. Niet normaal. Vergeet te abonneren op ons kanaal. Hier beneden zouden we super chill vinden. Yes. Laat even een like achter op deze video als je meer van dit soort video's wilt. Dan gaan we nu even doneren bij de laatste game, meneer. Ik hoop dat hij het leuk gaat vinden. Een leuk vraagje. Ik hoop dat hij wel antwoord heeft dit keer. Ja. Ik heb het ook. Geef mij de muis. Nee. Oké, als het goed is met in de over de trein gesproken. Hé! Hey. Hij komt er. Potgrond, hey! Let's go. Leuk liedje. Hij gaat donatie. Gedoneerd. Wakker worden, Don. Wakker worden. Onze donatie is... Wake up! Nee, we moeten gewoon rustig wachten wakker op worden. Onze beurt. We moeten wachten op onze beurt. 5 minutes later. Ah. Hallo Don, we wachten! Alsjeblieft, gast! We zijn aan het wachten! En we wachten. En we kunnen dus niet chatten om het te zeggen, omdat we 10 minuten moeten wachten! Ja. Lees je het ervoor? Dat was heftig. Don! 15 minuten later. Oké, we kunnen eindelijk chatten, het is 10 minuten verder. Lees het donaties voor me getypt. Kon je net aan die chat nog wat? Nee, die chat is de vraag. Okay. Oh, kijk. Hij gaat lezen, denk ik. Potgrond met 3 euro. Kunnen blinde mensen hun dromen zien? Hey. Weet ik niet, man. Moet je niet aan mij vragen. Gast! Dude! Of is dit Milan weer die een video aan het opnemen? Milan, stop met je domme vragen. I don't get your shit. Zie je, zo hard is het gewoon genakt. Gast, hier hebben we 10 minuten op gewacht, Dom. Typ in de chat. Hij denkt dat wij binnen de nul zijn. Hey. We willen een antwoord.
We willen een antwoord. Oh. Is dit serieus? Dat was echt een heel 3 minuten, 10 minuten gewacht, Don! Oh mijn god. Sorry. Iemand zegt ook goeie avond Milan. Don denkt dus dat we Milan zijn. Het spijt me, verrassing. We zijn het niet. Mijn sleutels even proberen. Oké, zet het maar uit. Maar ik kan het niet aan. Shit! Shit! Oké, okay, we hebben wel leuke reacties gehad. Ja, we hebben leuke reacties gehad. Ja, dit was wel jammer. De laatste was jammer. Ik had er meer van ja, verwacht. Ja, ik ook. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet te abonneren op ons kanaal hier beneden. Shoutout naar Don, naar Emre. Fem. Heet Emre? Ja. Egbert. Heet zij Fem? Oh ja, Fem en Egbert. Dankjewel voor jullie reacties. Het was leuk. Ja. We hebben jullie daarvoor geld gegeven. Zorg dat je abonneert op ons kanaal, want dan moet je terugverdienen. Laat even een like achter als je dit tof vindt. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Doei!